Wil jij met Europese organisaties werken aan innovatieve oplossingen of goede voorbeelden uitwisselen? Dan zijn er verschillende internationale samenwerkingen mogelijk binnen het Erasmus Plus programma. In deze vlog kom je alles te weten over deze strategische partnerschappen. Wat houdt een subsidie voor partnerschappen precies in? Nou, het woord partnerschap zegt het eigenlijk al. Partnerschap staat voor samenwerking. En de subsidie voor partnerschappen is bedoeld voor Nederlandse organisaties om een subsidie aan te vragen. Waarmee ze een samenwerkingsverband kunnen opstarten met internationale partners. En wat voor soorten partnerschappen zijn er dan? Er zijn twee soorten partnerschappen bij ons. We hebben de cooperation partnerships en de small scale partnerships. De cooperation partnerships, dat zijn wat langdurige samenwerkingen. Mm-hmm. En de small scale partnerships zijn wat laagdrempeliger, zijn wat kortdurende samenwerkingen. Nou, we zien vooral dat er heel veel interactie plaatsvindt tussen de verschillende landen. En wat wij voornamelijk terugkrijgen ook van de organisaties die bij ons een subsidie hebben lopen voor de partnerschappen, is dat de toegevoegde waarde van kennisuitwisseling met partners met vanuit een ander land, die toch verrassende inzichten brengt op het gebied van een bepaald thema. Ik bezoek ROC Midden-Nederland. Zij zijn initiatiefnemer van het project Vitality for the Future. Met dit project willen ze de doelstellingen positieve gezondheid en vitaal leven omzetten tot onderwijsprogramma's voor werkende studenten in het vitaliteitsgebied. Dat wil zeggen positieve gezondheid deel uit laten maken van het burgerschapsonderwijs voor alle mbo-studenten en een trainingsprogramma ontwikkelen voor docenten. Waarom zou je andere organisaties aanraden om zich te verdiepen in een internationaal partnerschap? Nou, het mooie aan een internationaal partnerschap is dat je ook hele andere ideeën en ervaringen krijgt dan die je zelf hebt ontwikkeld. Het mooie is, onze Finse partner is ook bezig met vitaliteit, waren daar zelf al mee begonnen. En zij leggen heel erg de verbinding tussen vitaliteit en natuur. En natuurbeleving, om je goed te voelen, om te ontspannen. Nou, dat is iets waar wij eigenlijk helemaal nog niet naar gekeken hebben. Dus zo kun je ontzettend veel van elkaar leren. En dat is het voordeel van zo'n internationaal project. Ja, dat klinkt interessant. Hey, op welke manier heeft Erasmus Plus jullie hierbij geholpen? Nou ja, ze hebben ons natuurlijk geholpen met een stukje financiering. Dat is heel erg fijn om dat te doen. En het is ook het fijne als je het aan Erasmus kunt verbinden. Erasmus kent iedereen in Europa. Dus als jij zegt, we zijn iets bezig in het kader van Erasmus, ja, daarmee krijg je wel een luisterend oor. Dus dat is heel erg prettig. Naast, als we een vraag hebben, krijgen we altijd een antwoord. Dus het is ook een soort kwaliteitskeurmerk eigenlijk. Zeker, zeker. Wil jij als organisatie ook groeien door internationale samenwerking? Ga dan naar de website van Erasmus Plus, kies onder het kopje subsidie het juiste onderwijsveld en ontdek alle mogelijkheden van partnerschappen.